Een toneelschool is een, is, een, is, een, is een instituut waar je leert. En daarom is het, ook, is het ook goed dat het schools is, want het is een hard leerse schools, om zomaar te zeggen. Is dat, daar, daar leer je wat je moet doen als het niet helemaal lukt. Daar krijg je technische handgrepen om uh, uh, te, heel goed te suggereren, slim te suggereren dat je het wel voelt. En dat je wel weet. Moest er bij ik... jou veel afgeslepen worden? Weet ik niet. Je nee, kan dat, er nu op terugkijken. Nee, weet ik, nee, nee dat, dat, dat kan ik niet. omdat ja. ik niet weet uh, hoe, hoe groot het overschot was. Maar je had er wat aan aan die opleiding. Ja, zeker. Ja. Ik, ik, ik werd op een gegeven moment uh, zonder excuseer, maar zo was het. En na anderhalf jaar zeiden ze of ik, of ik eindexamen wilde doen met, met, met vier jaar. Toen heb ik gewoon gezegd helemaal niet. Ik heb van de minister uh, vier jaar lang de tijd gekregen om hier uh, rond te lopen. Die ik tijd blijf. wil ik ook gebruiken. Ja, omdat ja. ik helemaal niet klaar ben. En dat bleek ook. Een jaar later stond ik op het punt om gewoon. Uh, van, 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 van school ge, uh, verwijderd te worden. Ja, en toen... Omdat dat het niet meer lukte, het ging niet meer. En iedereen dacht: mijn god, wat heb ik in die jongens gisteren. En wat was er toen gebeurd? Gewoon een soort. Ja, wat je, wat je wel eens hebt. Dat je, dat je, dat je een soort uh, verlamming, denk ik. Ik kreeg toen ook heel erg last van angstaanvallen en een vorm van hyperventilatie. En waar was je bang voor dan? Dat weet, ik, dat weet je niet. Je komt in een soort tunnel terecht en je krijgt klaustrofobie uh, en pleinvrees tegelijk. Hoe is dat toen afgelopen? Dat is afgelopen dat ik op een nacht weer rondliep en dacht: Nou, ga ik dood? Nou, als het gebeurd. En ik ging in de keuken zitten en toen kwam er iemand beneden. En die zei: Maar jij zit in het donker. Zag ze dus dat ik as, grauw en groen daar zat. Toen dus zei ze: Je hebt een angstaanval, hè? Ik zei: Hoe oh, weet je dat? Hoe weet je dat? Toen ze zei ze: Nou, dat heb ik zo vaak. En ik voelde de demon uit mijn weg vluchten, want hij was gezien. Of Heb je dat daarna een... nog wel eens gehad? Ja, een enkele keer, ja. ja. Met een pure formaliteit wel. Ja. Wat gebeurde er toen? Opkomen, zitten en... Nou ja, dan voel je je oren gaan zuizen. Ja, er komt een soort uh, membraan om je heen. Uh, uh, je wordt een soort celkern, maar niet meer dan dat. En alles eromheen is... is uh, is Van een eindeloze uh, wijsheid. Maar waar je geen delen hebt, en waarin uh, alles de vijand kan zijn. Dus dat ook is, je eigen lichaam. Dat is je heel eng geest. En ja. Dat is een angstaanval. Had je dat op het toneel? Ja. Tijdens de voorstelling? Ja, kort. En toen? Op een moment na. Nou, ik zei: Nou, prima. Ik dacht, nou. Dan loop ik even af straks. Ja. Je, je, je raakt mij niet meer. Je belt wel aan, maar ik ben met andere dingen bezig. En je is dan die demon. Een De demonachtige figuur, ja. ja. Dat gevoel komt echt als een, als een soort uh, waas binnen. Als een, als een, ja. Heeft het publiek er iets van gemerkt? Nee, dat merkte het merkt niet Of iemand anders? Nee. Heb je het verteld van. aan andere mensen? Nee. Nee. Nee, waarom? Nou, het klinkt wel als een grote belevenis, zou ik maar zeggen. Nee, het is iets wat, 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 wat om de zoveel tijd terugkeert. Het is altijd. Ja, ja de demon heeft, heeft ook sentimenten. En waar komt, die komt hij dan van, te nou, terug? Waar reageert hij dan op? Ik weet niet op je zwakte, op vermoeidheid, op, op ongeloof, op, op gebrek aan geloof in jezelf, aan, op, op boosheid, frustratie. Want het is niet de duivel die onzekerheid heet. Ja, dat zal best, maar het is, het is in ieder geval de duivel. Het is niet de duivel zelf, maar het is interessant. gezant. Mm -hmm. Die even polshoogte komt nemen om te kijken of je, of je zwak genoeg bent om, om te worden overgenomen. Ja. Bijna letterlijk. Ja.